Vorig jaar sprong je mee in de kopgroep. Gaat dat dit jaar weer gebeuren? Ja, misschien niet in de finale, maar misschien iets voordat de uitzending begint. Ik denk dat de vroege ontsnapping vandaag een mooi doel voor mij kan zijn, aangezien ik zeker niet in mijn beste doen hier ben. Ja, plus het kan nog wel eens een eind komen als er in het peloton maar door één ploeg gecontroleerd gaat worden. Ja, ik ben benieuwd en ik ga mijn best ervoor doen. Niet in je beste doen, kan je vertellen. Ik zie dat de laatste wedstrijd Milan Sanremo is geweest. Ja, die heb ik gestart, maar daar was het ook mee. Ik heb een coronabesmetting gehad aan het begin van het jaar. 3 weken daarna voel ik me eindelijk goed in training. Werd ik weer ziek met de griep en daarna in training heeft het gewoon nog niet lekker gevoeld. Dus ja, ik zou heel graag zeggen dat ik hier goed was, maar helaas niet. Ja, maar wel toch starten? Toch starten natuurlijk, ja. Het is de goal. Cool. Ja. Ja, je hebt wel nummer 31, normaal gesproken voor de kopman. Ja, wat valt daarachter? Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo. Ja, ik ga ervan uit dat ze toch dachten dat ik kopman zou zijn op het eerste gezicht, maar... Ja, in deze staat. Misschien verras ik mezelf, hè, dat weet ik ook niet. Maar moraal is er in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Maar als je realistisch bent, dan kan ik niet zeggen dat ik hier mee kan doen in de finale. En gaan ook gewoon die andere koers in principe rijden? Ja, alle vier. Klopt. En daarna? Daarna is het plan om even, toch nog even een stapje terug te nemen. Goed te trainen, rustig te blijven en nieuwe doelen zetten in de zomer. Ja, het moet wel frustrerend zijn dat je zo lang niet het niveau haalt en dan komt ik deze april doet ze dan in één keer aan. Ja, dat is zeker frustrerend. Ik bedoel, het waren 2 ziektes op eigenlijk net lastige momenten. En waardoor ik er ook best wel een tijdje uit ben geweest. Ja, en dan dat je gewoon een klote gevoel hebt op training, dat is niet fijn. Nee, je wil, dit was mijn hoofddoel aan het begin van het jaar en dan sta je hier in een vorm waarvan je denkt, ja, daar kom ik net de winter, half winter een beetje zo, zeg maar. Dus dat is het balen, maar ik ben niet de enige die het zo heeft en ik moet ermee leven en mooi van maken, toch? Ja, precies, dat ga ik zeker doen, hoor. Dat komt goed.